Wacht even tot er meer volgers zijn. Hoi, hoi. Nou, ik ga beginnen. Zoals jullie misschien wel hebben gemerkt, bestaat mijn zaak 25 jaar. En we hebben jubileumpakketjes gaan we elke maand maken. En we hebben nu eentje gemaakt met de groene vellen, met daarin de witte roos. Ik zal even laten zien wat er allemaal in dat pakketje zit. Er zit een crème kaart in, met een crème envelop. En er zit zo'n kaart met kaartenrekje zit erin. Met een witte envelop. Even de kant. Daar zitten twee sluitstickers bij voor die enveloppen. En knipvelden heb ik al een plaatje uitgeknipt voor de kaart die ik zo meteen ga maken. En vel met allemaal teksten. Dat past allemaal qua kleur heel mooi bij elkaar. En twee groene stippenvellen. Nou, het plaatje wat ik dus heb uitgeknipt, dat is deze met de roos. Die ga ik ook nog 3D maken, dus ik ga hem straks ook nog een keertje uitknippen. Maar dat doe ik als ik nadat ik live ben geweest, want nou ja, jullie snappen heus al hoe ik knip. En ik ga hem op dit papiertje plakken. Oh, Anna kijkt mee, lees ik. Dit papiertje heb ik tijdens de creatie heb ik zo gemaakt. Met die groene vlinders erop. Dat heb ik met een embossing folder gedaan. Die smeer je dan in met inkt en dan druk je hem af. Misschien heb je het me zien doen op de Creado. En anders kan je het ook nog even teruglezen in mijn boek. In mijn boek zie je het op pagina 89 als ik het goed zeg. En daar ga ik mijn plaatje op plakken. Maar ik ga eerst de randjes nog even groen maken. Je kan natuurlijk ook een ander mooi papiertje nemen. Maar ik vond het wel heel leuk om die technieken die ik in mijn boek gebruik, om die nog een keertje te doen en te laten zien wat je er nog meer mee kan doen. Niet alleen de kaarten uit mijn boek, maar ook nog andere kaarten natuurlijk. In mijn boek is toevallig ook een kaart met vlinders, maar dan heel anders. En dan is dat achtergrondje met stipjes. En nu is het achtergrondje met de vlinders. En dan dezelfde techniek met de embossing folder en met stempelinkt. Nou, deze ga ik hier in het midden plakken. Het pakketje dat is dus deze maand te koop. En als we overhouden, dan blijft hij ook nog wat langer te koop. En op is op. We hebben er zo'n 100 gemaakt. En als dat op is, dan is het gewoon op. En elke maand komt er dus weer een nieuwe. Of er altijd 100 van zullen maken, weet ik niet. Maar we dachten, we beginnen met 100. En dat pakketje, dat is... volgens mij krijg je dan... zo'n 33% korting of zoiets. Ik weet het niet. Volgens mij het pakketje 2,50. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik heb het niet opgezocht van tevoren. Maar het is in ieder geval een stuk goedkoper dan als je alles los zou kopen. Zo, dat plaatje gaat in het midden. Die werk ik straks nog 3D uit. Dit kadertje heb ik gesneden op 9 bij 9 centimeter. En dit groene kadertje, dit is mosgroene van Papi Color. Die is 9,5 bij 9,5. En die ga ik op elkaar plakken. En die ga ik dan op die crème kaart uit het pakketje plakken. En dan ga ik nog een rand stippen op de kaart doen. Deze ga ik even op elkaar plakken. Nou heeft dit papier relief. Eigenlijk gebruik je die embossing folders, dus deze kant daarvan. Ik gebruik de andere kant met de stempelinkt. En dan, omdat het relief heeft, hecht het beste als je dubbelzijdig plakband gebruikt. Ga je het plakken, dan... hecht die niet zo heel erg goed. Dus het is wel mooi om plakband ervoor te gebruiken.
Zo, dus plak ik hierop. Vind je het leuk, schat? Mijn dochter kijkt mee, lees ik. Nou, deze ga ik hierop plakken, maar ik dus nog even met een groene stroop eronder. Dus even kijken hoe hoog ik die wil hebben. Ik denk dat ik zoiets wel mooi vind. 6 centimeter. Als ik dat ga snijden, maak ik gebruik van de blokjes op de mat. Ook dat leg ik uit in mijn boek trouwens. Ik zit er te dicht op. Je kan niet aan alle tweede kanten zien. Maar hier staan van die streepjes. Ik weet niet of ze daar in beeld zijn. En daar leg ik dus mijn liniaal bij 6 centimeter. En ook aan de andere kant. Dan kan ik het alleen heel slecht zien. Want ik kan er niet recht boven. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus ik hoop dat ik weg ga. En anders komt mijn hoofd in beeld. Kijk, zie hem ook mee. Tuurlijk, zie hem. Deze ga ik hier opplakken. Zie weet wel hoe die techniek gaat, hè? Want zie heeft de techniek ook laten zien op de Creado. Met de stempel inkt. Dus misschien dat als jullie langs geweest zijn, hebben die Siem dat wel zien demonstreren. Hij heeft heel eventjes op zaterdag gedaan. Het is een leuke techniek, hè, Siem, met de stempel inkt. Deze op de kaart. Ik doe hem een klein stukje vanaf de onderkant. Dan heb je ook nog een crème kleurig randje. Zo. Dat te veel ga ik er even afsnijden. Zo, die lijm trekt nog weg hoor. Dat zit er altijd een beetje doorheen, maar dat trekt weg. Deze ga ik hier plakken. Ach, wat lief. Ik weet niet of iedereen meeleest. Ik krijg allemaal complimentjes van mijn kinderen. Zo, deze plak ik hier in het midden. Ik kan het nog steeds niet goed van boven kijken. Volgens mij ben ik scheef. Ja, het kan zijn dat het een beetje scheef is, omdat ik het niet goed van bovenaf kan bekijken. Deze ga ik nog even 3D maken. En misschien dat ik er nog wel even een tekst op maak. Ook heb hier nog wel een gesneden tekst liggen. Ik heb hier een Van Harte liggen. Dat is een leuke erop. Die kan er wel zo in de hoek. Ik ga hem dit keer even knippen, denk ik. Je kan er namelijk ook een zo'n soort vlaggetje aan knippen. Even kijken, zal ik die aan de linkerkant recht doen? Of zal ik hem ook met een vlaggetje doen? Dat is ook wel leuk, met een vlaggetje. Zo.
Ga ik deze hier plakken, denk ik. Of zal ik hem in het midden doen? Wat vinden jullie? Dan is een langere tekst trouwens ook wel leuk. Hier heb ik een langere. Dat is ook wel leuk, hè? Moet ik daar nog even een vlaggetje aan knippen. Dat heb ik alleen aan die kant niet zoveel ruimte voor. Nou, toch aan de andere kant ook nog maar een vlaggetje. Zo. Deze ga ik even met foamblokjes vastplakken. Nou, deze wordt dus nog 3D. Ik wou met dezelfde techniek nog een kaartje laten zien. Want ik heb tijdens de creëren heel wat kaartjes zitten maken. Hier heb ik er nog eentje met een andere embossing folder. En deze heb ik met bruin gedaan. Die andere had ik met groen gedaan. Deze met bruin. En ik heb hier de tekst Liefs. Misschien kennen jullie die stans wel. Hij stanst hem eigenlijk zo uit. Maar je kan hem ook voor de helft uit stansen. Dat zie je ook in mijn boek. Toevallig hetzelfde hoofdstuk. Dat is bladzijde 90. Zeg ik dat goed? Nou ja, 89 en 90. De ene techniek staat op 89 en de andere op 90. Deze ga ik hier op plakken. En dan kun je hem dus uitstansen. Zodat dat papier er dus nog onder zit. Dan moet je niet overal je platen leggen. Maar dat lees je ook in mijn boek. Ik denk dat de meeste van jullie mijn boek wel zullen hebben. Maar misschien heb je uit dit hoofdstuk nog wel geen kaarten gemaakt. Het zijn de kraftkaarten met die vlinders. Misschien dat je dan wat beter kan herinneren. En daar leg ik zowel die techniek uit met de embossing folders als met het stansen voor de helft, zeg maar. Even kijken hoe om het motiefje doe. Ik denk dat ik hem zo doe. Dit plak ik hier onder. Dan ga ik hier nog even een kaartje van snijden. Dit is hier een rechte lijn, dus ik denk dat ik die even een beetje aanhoud voor de maat. Dat ik daar mijn lineaal langs leg. Dus de ene kant van de lineaal tegen en dan ga ik aan deze kant snijden. Even kijken of ik niet schuif. Zo. Nou, dan moet ik deze even recht snijden. Dan maak ik ook weer gebruik van de blokjes op mijn mat. Zo, deze leg ik hem ook weer recht tegen lijntjes aan. En dan ga ik hier weer snijden. Ik hoop dat hij recht gaat. Kijk er vanaf de andere kant tegenaan.
Zo. Deze hoop ik dat hij recht gaat. Hier ga ik nog een klein hartje op plakken. Volgens mij ben ik een beetje scheef. Nou, ik ga hem straks op een kaartje plakken, want dan kan ik gelijk even kijken of ik hem wat rechter moet snijden. Want hij lijkt wel scheef, maar omdat ik er niet van bovenaf op kan kijken, dan heb je dat. Dan kan je het niet zo goed bekijken. Dus ik ga hem straks op een kaartje plakken. Dan zien jullie dat vanzelf weer op mijn blog verschijnen. Ik ga er nog wel even een paar hartjes op plakken. Er zitten hier van die hartjes op het knipvel. Die ga ik even uitknippen. Verder doe ik denk ik geen plaatjes van het knipvel erop. Want hij is al heel gedetailleerd van zichzelf. Deze knip ik even uit. En ik kom dan op de kaart met een foamblokje. Maar ik plak hem nu nog niet vast, omdat ik mijn kaart nog even moet rechtsnijden. En dan is het niet handig als er zo'n dikke bubbel bovenop zit. Maar ik denk dat ik deze hier doe. Misschien dat ik er nog een wit lijntje omteken met de witte gelpen. Maar ik moet hem eerst eens even fatsoeneren. Dus hier ga ik nog een kaart mee maken. Maar deze wou ik jullie even, deze techniek wou ik even laten zien dat je met wat er in het boek staat ook nog andere kanten op kan. In het boek heb ik natuurlijk kraftkarton gebruikt voor deze techniek, maar het kan ook op allerlei andere kleuren. Ik heb er nog veel meer van de kreeën doe. Ik zal even een stapeltje laten zien. Kijk, hier heb ik nog blauw met een bloemetje. Kijk, hier heb ik nog een paar keer. Dit is diezelfde bloem die ik hier gebruikt heb, met al wat gele papier. Wat heb ik nog meer? Dat zijn allemaal diezelfde bloemetjes. De stapel. Oh, die vlinder die ik hier op licht karton heb gedaan, die heb ik hier op groen karton gedaan. Dat is ook erg leuk. Hier nog op blauw karton met bruine stempelinkt. Zo zie je dat je allerlei mogelijkheden hebt met met de embossingfolders. We hebben volgens mij mijn kaartje weggelegd. Oh, hier is het. Dus deze ga ik nog afmaken. Die zien jullie dan weer op mijn blog. En volgende week dan ben ik volgens mij gewoon weer op donderdag live. Nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar volgens mij wel. En anders dan je leest het op Instagram. Deze zet ik op YouTube, dit filmpje, en je ziet hem straks ook op Instagram. En de kaarten komen weer op mijn blog. En volgende week ga ik ook weer met datzelfde groene pakketje kaarten maken. Dus heb je hem nog niet en wil je meedoen of dezelfde kaarten namaken, dan kan je het pakketje aanschaffen. Elke maand komt er dus een ander pakketje. Volgende maand wordt het een paars pakketje. Dus, nou, dit was hem voor nu. Tot volgende week. Doeg! Ja, is ook leuk, hè? Paars pakketje. We zijn druk aan het rapen. Ja. Nou, ik ga hem nu afsluiten. Tot de volgende keer. Doeg!